ik denk dat dit het beste is wat ik tot nu toe gezien heb van Sparta. Laten we het gelijk maar even het zwaarste eerst hebben. De statistiek van het weekend. Sparta is de ploeg die de meeste kopgoals maakt. 14 van de hele Eredivisie. Nou, mooi. Ja, elke week kom je met iets nieuws, dus deze is ook wel leuk. Ja. Maar wat, verklaar, want het gaat wel heel makkelijk. Vandaag ook weer twee keer. Verklaar. We hebben natuurlijk, vooral de nemer is heel erg belangrijk. En dat hebben we met Van Krooi, iemand die natuurlijk geweldig die ballen voor kan slingeren. En als je op het juiste moment dan de juiste actie, loopactie maakt, ja, dan hoef je er vaak ook alleen maar tegenaan te lopen. Dat zagen we vorige week, die goals van Excelsior. En nu weer. Dus dat is het. Ja, want dan hoef je niet eens zo heel veel lengte in 16 te hebben. Getuige die tweede goal van Joshua Kitolano. Nee, alles valt in staat bij het nemen. En je ziet, Van Krooi heeft natuurlijk een geweldige trap. Zo in als uitdraaiend. Ja, en als je dan op het juiste moment vertrekt en op het juiste moment timed, ja, dan hoef je er alleen maar tegenaan te lopen. Ja, dan gaan we maar weer even naar de wedstrijd. Statistieken laten we even liggen. Je komt op een 1-0 achterstand. Daarna repareer je de boel eigenlijk. En kom je geen moment meer in de problemen. Nee, ik denk dat dit het beste is wat ik tot nu toe gezien heb van Sparta. Want dat vond ik in de eerste helft vond ik ons ongelooflijk sterk. En ondanks die 1-0 achterstand, wat wel een slechte goal was, repareren we dat wat je terecht zegt. Maar ook op een manier, Vitesse die zakt helemaal in en laten ons het initiatief. En ik vind dat we daar heel goed mee om zijn gegaan. Veel kansen, heel hoog baltempo, heel veel balbezit. Ja, in de tweede helft hebben we die wedstrijd denk ik ook weer volledig gedomineerd. En denk ik eigenlijk zelfs dat het met 3-1 nog redelijk weinig is. Nee, is dat misschien ook de groei die jullie doormaken ten opzichte van nu en bijvoorbeeld een RKC waar je 0-0 speelt en Fortuna? Ja, zeker. Kijk, ook Vitesse is een ploeg die zich aan heeft gepast hier aan ons. En daar gaan we nu veel beter mee om als in die twee andere wedstrijden. Dus ja, daar zie je ook progressie. Nou, dan uiteindelijk loop je uit naar een 3-1 zegen. Op het einde, wij dachten de wedstrijd is gelopen, zien we nog een woordenwisseling ontstaan tussen Bukari en Philippe Cocu. En ik zie jou op een afstandje zo kijken van wat gebeurt hier allemaal? Nee, ik zag wel wat er gebeurde, maar ik was ook vooral met het spel bezig. En Noordin irriteerde zich dat er 30 seconden voor tijd de bal uitschieten omdat iemand zijn schoenen uit is en ze hem dan niet teruggeven. Dus daar irriteert hij zich terecht om. En ik vind dat moet je ook. Ik vind dat Vitesse dat heeft dat helemaal niet nodig en moet gewoon niet met 30 seconden die bal terugspelen. En, maar goed, daar ging de woordenwisseling over. En prima toch? Je moet altijd voor je eigen ploeg opkomen. Dus dat deed hij goed, Noordin. Nou, dan kan hij dat compliment in ieder geval in de zak steken. Ik weet niet of je het een klein beetje door hebt, maar in de rust heb je heel vaak bij Sparta dat je dan een beetje gemoor hoort van ja, we staan wel voor, maar het is allemaal niet zo best en zo. Men heeft niks meer te klagen hier op het kasteel, Maurice. Nou, dat is toch mooi dat mijn ploeg dat voor elkaar heeft gekregen. En dat had ik ook zeker niet verwacht na vanavond. Want nogmaals, ik vond het vanavond echt heel erg goed in alle hoofdmomenten. Dus ik hoop dat we nog heel veel van dit soort mooie wedstrijden mogen krijgen. Ja, nu kun je met de voeten omhoog en even kijken wat de concurrentie onder je gaat doen. Nu staat een paar punten los. Het leven van een Sparta-trainer en nu moet het volgens mij heerlijk zijn. Ja, dat is heerlijk. Dat is eigenlijk al heerlijk sinds het moment ik ben binnengestapt in april vorig jaar. En, maar dat heeft niet alleen met de prestaties te maken. Dat heeft ook met de omgeving te maken. Dat heeft te maken met de manier waarop je met elkaar kunt werken. Staf, directie, spelers. Er is cohesie in alle geledingen. En ik denk dat we dat ook vooral uitstralen op het veld.